Evert Santogoutes, hoofdredacteur van Rodel Magazine Privé, heeft in zijn column spijt betuigd voor de cover met het zoontje van André Hazes. Toen de relatie van de volkszanger met Bridget Maasland net bekend werd, kopte het tijdschrift Kleine Jongen, hoe leg je hem dit uit? In combinatie met een foto van Kleine Dre. Het weekblad heeft ook een schadevergoeding betaald. Na het verschijnen van de cover van de Privé met de Hazes-telg volgde al snel veel kritiek. André Hazes schakelde het advocatenkantoor van Peter R. de Vries in. Je kunt niet het portretrecht van een kind schenden alleen maar om meer bladen te verkopen, stelde hij bij Café Hendricks en Genee. In zijn column schrijft Santogoutes nu, na overleg hebben wij ingezien dat wij ons onvoldoende hebben gerealiseerd welke impact deze foto op betrokkenen heeft. In het kader van een middellijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is. Het heeft dus niet tot een zaak voor de rechter geleid, volgens Peter R. de Vries. Die vanavond in RTL Boulevard Hazes vertegenwoordigde, komt dat omdat Hazes akkoord is gegaan met een regeling. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat het anders had gemoeten. Dat het hierbij blijft, heeft ook te maken met André. Welk bedrag Privé heeft overgemaakt aan het goede doel is niet bekendgemaakt.